wat mij is gevraagd, is niet mogelijk. Wat besluit de koningin nu? Krijgt Mark Rutte een nieuwe informatieopdracht? En verder in Over Den Haag vandaag. Afgestudeerde piloten hebben geen werk en een onbetaalbare studieschuld. Dan nu werkloze piloten. Sinds de crisis komen pas afgestudeerde piloten niet meer aan het werk. Zo'n 1000 piloten zijn nu werkloos. Omdat de pilotenopleiding een particuliere opleiding is, hebben de net afgestudeerden met hun brevet een schuld opgebouwd van zo'n 1,5 ton. Camelia Buijs en Lieke Kwan vroegen aan hen hoeveel sollicitatiebrieven ze al hebben verstuurd. Ik zou zeggen 50 minimaal. Waarschijnlijk richting de 100. 1,5 jaar geleden komen ze van de pilotenopleiding. Hun droom om piloot te worden hebben ze dan waargemaakt. Maar werk hebben ze niet. En ze zijn niet de enige. Er zijn weinig banen, zeker in Nederland op dit moment. In het buitenland wellicht hier en daar nog wel. Maar er komt een zodanig grote sloot aan verkeersvliegers, en afgestudeerde verkeersvliegers nu van de opleiding af. Met grote studieschulden. Dat daar geen werk voor is in Nederland op dit moment. Maar op een doordeweekse dag zit de introductiebijeenkomst als van ouds volgeboekt. Van harte welkom bij Stella Aviation Academy. Goed dat jullie er zijn, want we hebben jullie hard nodig in de toekomst. Dat klinkt misschien nu heel raar, want er zijn totaal geen banen in Nederland, maar wel daarbuiten. Ja, dit is een Cessna 150, geschikt voor 2 passagiers uiteraard. Weegt ongeveer 550 kilo. Ondertussen werkt Robert-Jan als uitzendkracht en Harm-Jan als personeelsfunctionaris. Ze zitten met een enorme schuld omdat de pilotenopleiding een particuliere opleiding is. Zonder beurs of goedkope lening. Hoeveel geld heeft het volgen van je opleiding je gekost? In totaal? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want de rente loopt natuurlijk nog steeds door. Maar het kost al snel rond 160.000 euro. En hoeveel rente moet je nu betalen? Ongeveer 700, 800 euro per maand. Ben je alleen aan rente kwijt, voor je ja. studieschuld kwijt? Dus dan los je nog niks af, inderdaad. Nou, ik moet eigenlijk eerlijk bekennen dat ik vanaf mijn 4e al piloot wilde gaan worden. Ook Ricardo komt nog niet aan de slag bij een vliegtuigmaatschappij. Hij werkt intussen als instructeur bij de Stella Luchtvaartschool. Het is nu even te blaren zitten, wachten tot de markt weer open gaat. En het is ook van een stukje instelling van jezelf. Hoe gemotiveerd ben je om op zoek te gaan naar die ene baan? Want ze liggen er wel. Wat wilt u nu gaan doen? Nou, als eerste zouden we een morele oproep willen doen aan de luchtvaartscholen om de beslissingen omtrent het hoeveelheid aan te nemen vliegers niet alleen te laten lopen via hun eigen winst- en verliesrekening, maar vooral ook te kijken naar die van de uitzichtloze winst- en verliesrekening van de afgestudeerde vlieger op enige termijn. Veel opleidingen hebben nu minder studenten aangenomen dan voorheen. U ook? Nee, wij hebben automatisch wel door de slechtere economische situatie minder studenten op bezoek gehad om zich aan te melden voor selectie. Desalniettemin streven wij er nog steeds naar om een aantal van 150 tot 200 per jaar op te leiden. Zeker gezien het tekort wat er verwacht wordt in de komende jaren. De piloten in Spee komen vandaag juist naar de Stella Luchtvaartschool, omdat deze opleiding de studenten een baangarantie biedt. Gooi maar dichter. De baangarantie die wij hebben lopen, die is binnen het moment van afstuderen en 3 jaar. Dus hebben we 3 jaar de tijd voor. Een gemiddelde wat wij hanteren is dat iemand toch wel een jaar wacht tot hij een baan heeft als verkeersvlieger. Er is misschien wel werk in het buitenland, maar dat staat dan weer niet in verhouding met de eisen waar je aan moet voldoen. Je hebt natuurlijk een rentelast. Je kan natuurlijk niet, wat ik graag zou willen doen, bijvoorbeeld in Afrika willen vliegen. Maar daar verdien je dan $800, daar kun je natuurlijk niet je levensonderhoud van in de westerse wereld van onderhouden. En de rente betalen waaraan je verplicht bent. Dus je betalingsverplichting als het ware. Dus die optie, die is er dan, dat klopt. Maar is het realistisch? Wat doet u nou als u die baangarantie niet waar kan maken? Nou, studenten krijgen van ons de garantie dat ze binnen 3 jaar na afstuderen een baan als verkeersvlieger krijgen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan betalen wij de reguliere opleidingskosten terug. Helemaal? Helemaal. U heeft lef? Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, het is voor ons niet zo'n heel groot risico. Omdat wij toch al vertrouwen op de contacten die we hebben, de contracten die we met luchtvaartmaatschappijen hebben afgesloten. Eigenlijk al een beetje weten dat het een spel is zonder nieten. Dus dat is voor ons, wat dat betreft,
betrekkelijk risicoloos is. Je bent natuurlijk in een kwetsbare positie. En er zijn nu maatschappijen die dan een tijdelijk contract aanbieden. Dus dan zou je ervaring op kunnen doen. Maar dan praat je dus over een zomerperiode waar je dan ook nog eens voor moet betalen. Voordat je op een bepaald type vliegtuig mag vliegen, moet je een specialisatie vliegen. Dat heet een type rating. En deze type rating is tegenwoordig dat je deze vaak moet betalen. Dus dat kost in het geval van deze airline waar ik dan zou voor komen te vliegen, was dat 34.000 pond. En voor deze som geld kreeg ik die opleiding en 75 vlieguren. En dan was de intentie dat ik in het zomerseizoen mag gaan vliegen voor deze airline. Nou, dat is gewoon niet te doen. Je betaalt eigenlijk al je eigen salaris voor de zomerperiode. Nou, en nog meer. Je betaalt nog meer. Ze verdienen eigenlijk aan het inzetten van jou als mankracht. En daarbij het enige wat jij krijgt is ervaring. Maar heel je wordt gewoon echt misbruikt wat dat betreft. En dat vind ik echt heel kwalijk. Echt niet eerlijk hoe dat gaat tegenwoordig. Naast een oproep aan de opleidingen om minder studenten aan te nemen, doet de Vereniging van Verkeersvliegers ook een oproep aan de studenten. Aan de vliegers zelf, de kandidaatvliegers, om in ieder geval ervoor te zorgen dat ze een hele goede afweging maken om de opleiding wel of niet te gaan volgen. En om te weten en te beseffen in welke situaties ze terecht kunnen komen met een enorme schuld en geen baan na afloop van de vliegopleiding op dit moment. Veel reizen, veel op pad. Ja, een bruine kop natuurlijk van het mooie weer en extreme snelheid. En het lijkt me gewoon hartstikke fantastisch om zo'n grote Boeing onder je te hebben en te gaan, zeg maar. Tot ziens. En dan is het nu tijd om over te schakelen naar een andere studio in dit gebouw, naar collega Twan Huis.